kip. Heet als de? Heet als de bliksem. Raadjesvlees. Raadjesvlees. Er staat een hele heerlijke maaltijd klaar. Daar doen we inderdaad heen met heen. Niet allemaal tegelijk. Bijzondere avond, zo vlak voor kerst 2016. Volle tent in onze club met heel veel dames. Grandioos om dat te zien. Verder hebben we een aantal sponsoren hier te gast vandaag. Op uitnodiging met uw partner. Ook van harte welkom. En zoals jullie zien, laat ik het ook niet vergeten, daar begin ik al mee. Traditioneel, de boom. Die we ieder jaar weer aangeboden krijgen van Groen Advies. En hij staat er geweldig bij. Prachtig aangekleed, dus groot compliment daarvoor ook weer. En onze dank. We gaan op weg naar het kerstfeest. We gaan de eerste helft van het seizoen afsluiten van elkaar hier vanavond. Voor heel veel teams succesvol. We gaan een aantal andere teams wat minder. Maar gelukkig is er altijd nog een tweede seizoenshelft waarin heel veel goed gemaakt worden. Dus we hopen dat dat ook gaat gebeuren. Voor degenen die nog wat puntjes nodig hebben om in de afdeling te blijven waar ze actief in zijn. Even als afsluiting ook van dit eerste gedeelte van het seizoen. Heb ik een woord van dank aan onze vriend Bas. Bas Lut van 2 Elftal. Bas. Bij het stil te staan, want Bas, ook met de problemen die we gehad hebben bij de selectie, de handschoenen heeft opgenomen en zijn bijdrage heeft geleverd. En dat samen met Gis uiteraard heeft gedaan tot de dag van vandaag en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dan gaan we naar de nieuwtjes, want die mag ik gelukkig vanavond ook brengen. Ik kan jullie melden dat wanneer we op seizoen 2017-18 inmiddels weer verrijkt zijn met een nieuwe jeugdkandidaat. En dat is in de persoon van Harold Tjaren. Die gaat hier leiding geven aan, ik zou bijna zeggen, de trainerstaf. En gaat proberen vanaf de A1 tot en met de F8. Die gaat hier leiding geven aan onze jeugdopleiding met ingang van het nieuwe seizoen. Ander nieuwtje is. En dat is voor de rest van het seizoen bij ons eerste elftal. En ik denk dat het een complete verrassing is, met name voor onze selectiespelers, dat wij Corné van Doorn bereid hebben gevonden om de rest van het seizoen leiding te geven en hoofdtrainer te fungeren bij SVC 8. Dat we daarmee invulling hebben gegeven om het seizoen goed te maken, Chris, samen met Corné. Daarna gaat onze commissie die we druk doen is met de nieuwe bezetting voor het seizoen 17-18. Verder met het zoeken naar hoofdtrainer en verder bezetting binnen de selectie voor het seizoen 2017-2018. Donderdagavond is natuurlijk de clubavond. Dus veteranen, A1, heel veel dames die er kerstachtig uitzien, mag ik wel zeggen. Ach, dus, een superavond. Ja. Maar Piet, iedereen zat te wachten natuurlijk op bericht, een nieuwe hoofdtrainer. Dat is geworden. Ja, verrassend, hè? Nou ja, goed, het gerucht ging al een beetje, maar... Ja, we zijn tot een akkoord gegaan met Corné van Doorn. En we denken voor de rest van het seizoen daar gewoon een prima kracht binnengehaald hebben voor de groep. De afspraak is gewoon om met elkaar ervoor gaan te zorgen dat het tweede half jaar alles gegeven wordt om in de eerste klasse te blijven. En dat is het doel waarnaar we streven met de spelersgroep, met de staf en met het bestuur op de achtergrond. Ja, en... Corné gaat al mee met trainingskampen? Ja, dat was een van de voorwaarden. Want super belangrijk natuurlijk dat je als groep gemotiveerd terugkomt. En er staat als de competitie weer begint eind januari. Ja, Corné toch een behoorlijke staat van dienst, hè? Ja, hij heeft natuurlijk heel lang gevoetbald bij FUK. Hij heeft een klein uitstapje gemaakt. Ik geloof één seizoen bij de Wilhelmus en daarna weer terug. En heeft zijn sporen verdiend als trainer bij de diverse clubs. En als laatste club natuurlijk ons niet onbekend Lira.
Maar zelfs HBS ook nog. Ja, ook nog. Ja, onder andere. Nou Piet, ja, dan mag ik je mij feliciteren dan dat dit toch nog allemaal rond is gekomen. En dan ja, van de week heel toevallig liep ik hier Harald Schaller tegen het lijf. Dat meen je niet? Ja, echt. Ja, nou goed, daar zijn we ook tot een akkoord mee gekomen voor het nieuwe seizoen dan al, 2017-18. Hoofd jeugdopleiding hier gaat hier worden en ja, daar heeft de commissie veel werk aan gedaan. We zijn tot een akkoord gekomen, afgerond van de week. Dus daar zijn we ook heel blij mee dat dat klaar is voor het nieuwe seizoen. En voor hoe lang heeft hij getekend? In principe voor een jaar. En met de intentie, als het goed gaat, kijken we verder. Okay. Nou, hartstikke mooi joh. En ja, je hebt wel je wens uitgesproken, een kerstwens. Maar we zien elkaar natuurlijk ook weer in het nieuwe jaar. Hè? Nieuwjaarsreceptie, het komt eraan. Ja, dat wordt altijd weer een spektakel, dat weet je. 7 januari dit keer, als ik het goed zeg. En we hebben natuurlijk heel veel jubilarissen. Jubilarissen met een enorme staat van dienst ook bij de club. Niet alleen zoveel lidmaatschap ook. Maar ook leden van verdiensten, ereleden. Ja, natuurlijk geweldig om mee te maken. Een lid van verdiensten gaan we huldigen. Zelfs een erelid gaan we huldigen. Erelid. Ja, en iemand die 70 jaar verbonden is aan de club. Ja, mooier kan eigenlijk. 70 en 61, hè? 70 en 60, ja. Ja. Nou Piet, hartstikke bedankt. Hou je niet langer op, want je wil de feestzaal weer in, hè? Ja, ik vond het eerlijk gezegd lang genoeg. Dus we gaan weer feesten. Dankjewel. Dan rest mij een woord van dank uit te brengen aan al die mensen die mogelijk hebben gemaakt dat wij hier vanavond aan tafel in deze sfeerambiance met elkaar dit idee kunnen gebruiken. Dan begin ik toch bij ons onderhoudsploeg die ervoor gezorgd heeft en de kwartiercommissie dat het hier zo is zoals we het vanavond hebben mee mogen maken. Ja, als je dan op tafel kijkt, dan kom je altijd weer uit met een man binnen de club en dat is Azoets met zijn hulptroepen. Dus ik wil een luid applaus. Ja. Geniet van de mooie dagen, zeker met je naasten, familie, vrienden. Maak er een mooi feest van. Geniet van die jaarwisseling, kijk een beetje uit naar het vuurwerk. Zorg dat de team weer staan blijven zitten. En ik hoop jullie allemaal hier weer aanwezig te zien op 7 januari. Want wanneer we gaan starten met de tweede helft van dit seizoen. Ik dank jullie allemaal. Geslaagde avond, Mel. Ja,
zeker. Ja, naar je zin? Ja. En deze dame? Ja, wat is jouw naam? Michelle. Michelle? Michelle. Michelle? Ja. Leuk. Leuke gastjes nog gezien hier? Ja, tuurlijk. Echt mooi, het was gezellig. Ja. Maar we gaan toch nog even door, of niet? Gaan jullie nog door? Ja, ik ga nog even door. Ja, waar ga je naartoe? Ja, de stad. Leuk. We kijken wel. Die gasten gaan. Waar is Jerry? Die zit ergens aan de bar. Ik weet niet waar, maar volgens mij. Ja, die ken ik wel. Je hebt wel eens heel goed geholpen op een avond. Dat is goed. Ik niet. Ja, dat klopt. Ja, volgens mij, maar ja, ja, ze zit bij de activiteitencommissie. Ik ben helemaal in de weer geweest op een feestavond. Zeker waar. Ja, ja, zie je het. Dag nichtje. Nou, veel plezier vanavond. Ja. Dame geworden, joh. Ja. Ja, het naar je zin tussen die dames? Ja, heel leuk. Ja. Nu ga je de stad in? Nee, ik ga naar huis. Oh, je gaat naar huis. Ja. Nou, veel plezier. Dank u wel. Ja, Roel van de Kerstboom. Ja, goed. Ja, was mooi hè, Roel, vandaag. Ja, vind je het wel dit jaar? Ja, prachtig. Jeetje, man. Genotsjoe. Mooie volle boom. Hoe is het door het plafond, hè? Nee, ik heb hem beneden in de werkplaats neergelegd. Oh. Dus ik zeg, zoek hem maar uit. Nou. Arie is echt een kleintje dit jaar, dus ja, dan... Hoef je maar één keer te zeggen, hè? Stamman, Hoe groter, hoe beter. Bedankt. Goedenavond.